jij wordt er altijd bij gehaald. Niet alleen door ons, door iedereen, ook door de stad en terecht ook. Want je bent natuurlijk topsporter met medaillekansen en je bent heel aardig en dat soort dingen. Maar is het leuk, zo'n ontbijt? Vind je het, is het toch iets gezelligs voor je? Nou ja, ik vind het leuk om andere sporters te zien en te spreken. En daarnaast is het gewoon goed voor de sport, voor mijn eigen sport, voor judo, voor Rotterdam en voor je netwerk. Dus het is toch wel weer een leuke ochtend zo. Rotterdam, allemaal geweldig. Maar kunnen ze ook een beetje ontbijt maken? Ja, ze hebben wel aan alles gedacht. En een eitje en havermout, wat ik dan normaal eet. En een gezonde pannenkoek en zo. Ze hebben van alles wat. Een hagelslag, maar croissantjes. Dus voor iedereen wat wils, denk ik. Zeg je nou, ik eet normaal havermout? Ik eet normaal havermout 's ochtends, ja. Is dat echt krachtvoer? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat zijn koolhydraten die goed worden opgenomen. Maar ik maak hem wel weer anders dan de kok hier heeft gemaakt. Maar ik doe hem met een schepje eiwitpoeder en kaneel en een beetje lekker maken en kokosolie. Maar ik heb prima ontbeten vandaag. Maar dat zegt alles toch? Dat je als topsporter zelfs hier nog eigenlijk nog je eigen extra dieet voedingssupplementachtigingen nog meeneemt? Ja, dat is ook wel. Nee, ja, ik heb het nu niet mee hoor. Maar normaal doe ik dat wel. Maar ja, ik kies wel de dingen uit wat dichtst bij mij ligt, wat ik iedere dag neem. Ja. Ja. Nou, dat heeft je lichaam nodig. Ja. Nu zijn hier zoveel Olympiërs, Olympiagangers, maar jij staat er anders in dan anderen. Want sommige van deze mensen die weten niet eens zeker of ze gaan. Jij weet het wel. Dat is een ander soort spanning. Ja, zeker. Ja. Ik ben blij dat de judobond altijd vroegtijdig wel een beslissing neemt, zodat je echt kan gaan richten op de Spelen en niet nog bezig moet zijn met een limiet of met een kwalificatie of een concurrentie. Maar ja, wat moet, dat moet. En ik sprak net ook mensen die inderdaad nog tot en met juli nog door moeten knokken om zich te kwalificeren. Ja, ik ben blij dat ik het niet hoef te doen. En dat ik me gewoon nu mijn laatste fase van mijn voorbereiding in kan gaan. En dat betekent gewoon trainingskampen en werken aan de puntjes op de i, zeg maar. Ja, hoe zou jij dat vinden? Ik spreek een turnster en die zegt, in juli moet ik nog pieken. Ja. Maar als je zo vroeg voor de Spelen nog moet pieken, dan is het dan niet heel lastig als topsporter om dan zo kort daarna nog beter te zijn? Ja, nou ja, misschien. Ja, ik weet het niet. Ik vind zelf op zich van wel. Maar ik denk ook dat het heel erg uitmaakt hoe je erop instelt. En als je het eenmaal weet, dan kan je daar dus goed op instellen. En dan is het gewoon niet anders. En dan aan de andere kant, ja, je hebt dan een piekmoment. Maar het gaat toch alleen maar over de Spelen. Dus je moet die horde nemen om vervolgens een nog grotere horde te nemen. Dus ja, ik denk dat allemaal mindset is. Gewoon een mentale kwestie. Ja, denk ik wel. En natuurlijk heb je fysiek ook te maken met dingen. Want ik sprak net iemand die is nog eind juli, 21 juli of zo, dat de atletiek nog te horen krijgt of ze gekwalificeerd zijn of niet. Of geselecteerd eigenlijk. Dus ja, dan is het wel weer heel kort op je wedstrijden eigenlijk. Dus dan wil je dan nog een beetje rust nemen en dan nog een piekmoment naar een piekmoment werken. Ja, dat is een hele andere periodisering dan dat ik heb. Nou, jij bent er. Jij gaat in die gewichtsklasse tot 78 kilogram ga jij daar judoën. Je bent bij de wereldtop. Je bent wereldkampioen geweest. Je hebt een jaar achter de rug waarbij je bijna non-stop over je knieën moet praten omdat je een afgescheurde kruisband had. Gaat het weer crescendo. Je hebt goede uitslagen neergezet. Baku. En je hoorde knak. Ja, ik hoorde knak in mijn knie. Ik dacht, oh nee. Nou was het wel mijn andere knie en niet de knie van mijn kruisband. En ik herkende het gevoel. Want ik had in deze november had ik ook al een kleine tegenslag. Maar ik voelde gewoon een beetje instabiliteit in mijn knie. Dus ik wist dat het niet goed was. En dat bleek ook. Dat in het ziekenhuis beaamden ze dat. Maar het valt mee, de schade valt mee. Ik hoef 3 weken even geen judo en alleen maar krachttraining en het revalideren van. Dus gewoon die knie even herstel geven en dan kan ik over 3 weken gewoon weer volle bak vooruit. Dat gebeurt in de adrenaline van een wedstrijd, die je nog uit judo't ook. Dan is het niet meteen in je achterhoofd dat je wereld eigenlijk instort, zo van de Spelen, want daar gaat het om? Nee. Ja, je hebt even één moment dat je denkt, oh jee, wat gebeurt er? Maar op dat moment zit ik inderdaad nog midden in de partij en stond het nog gelijk. Dus ik moest het nog naar me toe trekken. Dus heel even afgeleid, maar dan denk ik, oké, nee, wat moet ik doen? Eerst weer terug naar het plan en dat uitvoeren. Nou, toen scoorde ik gelukkig een Yugo. En toen was de tijd bijna om, geloof ik. Dus ja.
Gelukkig. Dat is toch uitstekend nieuws. Dat betekent dat zelfs al gaat je knie, dan kan je hier nog steeds... Dat is het ook. Ik bedoel, als ik nu mijn gevorste kruisband zou afscheuren, dan weet je dat je nu niet gaat opereren. Dan weet je dat je de boel moet gaan vastplakken, om het zo maar te zeggen. En inpakken om toch dan nog te kunnen presteren. Maar goed, dat is een rampscenario. Dat is niet aan de orde. En gewoon nu even 3 weken geen judo, maar kan gewoon doortrainen. Dus ik lig niet stil. Daar maak ik me geen zorgen om. Je zit gewoon 3 weken in het krachthonk en vooral op jezelf letten. Precies, ja. Gewoon lekker de fysieke basis weer helemaal optimaal maken. En dan nog een hoop trainingskampen doen. En dan werken naar topvorm. Want hier gaat het om. Dit is al 4 jaar lang jouw doel weer. Ja, absoluut. Ja.